Yo mensen en welkom bij deze nieuwe vlog van mij. Ik ga het heel even hebben over de vakantie en mijn toekomstige plannen. Even om te zeggen, ik ben al een week thuis en ja, in ieder geval week bezig begonnen met school en dergelijke. Dat wil ook zeggen dat ik maar minder met YouTube bezig kan zijn, want ik heb echt een fucking kut rooster. Ik heb elke dag van 8:45 tot 4 en ik moet 3 kwartier heen en terug fietsen. Dus dan moet je denken, ja, ongeveer 30 minuten. Dus dan moet je denken dat ik rond 7:30 opsta, 7:50 weg, 8:30 op school. En daarbij, als ik dan terug naar huis ga om 4:00, ben ik pas rond 4:45 thuis. Behalve op dinsdag. Op dinsdag heb ik van 11:30 tot 12:00. 11:30 tot 12:00. En dan zou ik wel wat kunnen opnemen. Maar dat ligt er ook aan. Want ik krijg waarschijnlijk ook heel veel huiswerk mee en dergelijke. Dus dat is niet echt handig. En ik ben nu, dus ik zet de camera zo neer. Maar de vakantie was wel leuk. Ik weet niet wat ik daarvan online ga zetten. Want ik heb geen video's daarin opgenomen ofzo. Maar... ja, het was wel leuk. We hebben het mooi weer gehad, in ieder geval afwisselend weer. En de ene dag was het echt tussen de 30 en 36 graden met pieken van 37, 38. En de dag daarna was het 15 tot 20 graden wegens dat het ook heel vaak benauwd was in de middag en dan 's avonds heel veel onder een bliksem. En we hebben ook een paar keer een soort van storm gehad, heel veel wind en onweer, bliksem en dergelijke. En daarbij hebben we wel heel veel leuke activiteiten gedaan. We waren overigens in Tsjechië. Wij zijn heel veel wezen doen. Van de zoo, van dierenpark, naar ja, gewoon de stad verkennen. Van Butjovic naar Pilsen en zo. Dus het was wel heel erg leuk. Maar ik denk dat ik het hierbij ga laten, dus verwacht niet al te veel aankomend jaar. De roosterwijzigingen komen er wel aan, want onderzoektijd wordt er wel verhoogd en veranderd. Maar ik verwacht niet dat het in één keer gunstig wordt dat we elke dag bijvoorbeeld 5 uurtjes hebben. Ik hoop het wel. En dan heb ik daarna namelijk wat meer tijd. En, want op één dag gewoon 1,5 uur en de rest... volle dagen, dat is gewoon echt irritant als dat je daarna nog je hobby wil doen. Want YouTube blijft nog steeds mijn hobby. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Had jij een leuke vakantie? Ja, mooi. Moet jij weer aan het werk? Jammer joh. Maar ik heb al een week gewerkt. In ieder geval, ja, het was meer introductieweek dan iets anders. Maar we hebben al wel wat huiswerk op gekregen. Daar begint het al. En verder heb ik niks meer te melden eigenlijk, dus kleine korte vlog, maar ik ben nog bezig met de nieuwe 10 Don'ts, die had ik al van tevoren opgenomen, maar die heb ik nog niet helemaal af en bewerkt, dus misschien ga ik daar morgen aan werken, want vandaag, voor mij is het vandaag nog vrijdag, morgen is het zaterdag voor mij, waarschijnlijk voor jullie. Dus het vandaag zaterdag is altijd zo goed. En misschien dat ik er zondag ook nog wel even aan zal werken, maar dat weet ik niet, want ik heb dus ook nog huiswerk en dan wil ik ook zo snel mogelijk gewoon klaar hebben, zodat ik daarna gewoon leukere dingen kan doen. En ik heb ook nog wat staan voor afgelopen vakantie, dus je weet, ik ben druk en ik ben lui, dat komt niet echt goed samen, dus ik vraag jullie om een groen duimpje om te abonneren als dat je dat nu niet gedaan hebt. En even een reactie achter onderin laten. En dan mag het gewoon alles zijn wat jij zelf wil. In ieder geval, dat is de mijn ding. En dat is, hou. Doei!